Hallo, mijn naam is Koen van den Eventuin, docent geschiedenis. Maar vandaag wil ik het niet hebben over Romeinen of de Tweede Wereldoorlog. Vandaag wil ik praten over het ontstaan van de mens zelf. Op planeet Aarde leven op dit moment miljoenen diersoorten. Grote dieren, kleine dieren, kruipende dieren, vliegende dieren, huisdieren en wilde dieren. Er worden ook nog elk jaar nieuwe diersoorten ontdekt. Het leven op aarde is oud. De oudste aanwijzingen voor het leven op deze planeet zijn ongeveer 3,5 miljard jaar oud. Maar grote complexe levensvormen bestaan ook al zo'n 600 miljoen jaar. En wij hebben een plaats in dit enorme en oude dierenrijk. Maar wel een bijzondere plaats. En dit is het verhaal van hoe wij anders zijn dan elk ander levend wezen op deze planeet. En het geheim om dat te vertellen, dat ligt bij onze eigen familie. Dit is een plaatje van mijn ouders. Zij werden geboren net na de Tweede Wereldoorlog. En dit is een plaatje van de ouders van mijn vader. Die konden nog vertellen over die Tweede Wereldoorlog. Geboren aan het begin van de vorige eeuw. En dit is een plaatje van de ouders van mijn grootvader. En dan heb je het over al 3 generaties geleden. Maar we moeten ons voorstellen dat we niet 2 generaties teruggaan in de tijd, maar 10 tallen. En daarna 100en. En 1000en. En elke generatie dat we teruggaan, zien onze voorouders er anders uit. Ze kleden zich anders. Ze leven anders. Gaan we nog veel verder terug dan dat, en dan beginnen ze er ook anders uit te zien. Huidskleur, kenmerken in het gezicht, beharing. Alles wordt anders hoe verder terug we gaan. Maar hoe kunnen we dit weten? We hebben geen tijdmachine om het met eigen ogen te zien. We zijn dus afhankelijk van restanten die we in de grond terugvinden. Soms onder de juiste omstandigheden verandert een dood lichaam in de bodem in een fossiel. Dat is een versteend restant, een spoor of een afdruk dat de eeuwen kan overleven. En wetenschappers vinden deze fossielen en proberen te begrijpen waar het vandaan kwam, hoe oud het is en wat voor dier het ooit is geweest. Fossielen die zien er zo uit. Soms is het meteen duidelijk wat voor dier dit was toen het nog leefde, maar regelmatig is het ook een heel speurwerk om te bepalen welke plek in de wereld een dier als dit innam toen het nog in leven was. En op deze wijze moeten we ook ontdekken bij menselijke restanten welke plek zij innamen in onze eigen geschiedenis. Botten die in fossielen zijn veranderd, vormen een sleutel naar het verleden. Ze geven ons een blik in hoe onze verre voorouders eruit zagen en hoe zij leefden. Meestal gaat het om kleine fragmenten die gevonden worden, maar heel af en toe wordt er een bijzondere en grotere vondst gedaan. In 1974 troffen wetenschappers in Ethiopië en Afrika de restanten aan van een menselijke voorouder van ongeveer 3,5 miljoen jaar oud. Het was op dat moment de oudste voorouder die ooit gevonden was. De onderzoekers vonden bij de rivier de Awash als eerste een stuk armbot. Daarna werden meer resten gevonden, waaronder fragmenten van de armbeenderen, een dijbeen en ribben. Uiteindelijk werd meer dan 40% van het complete skelet gevonden. Omdat de wetenschappers op de radio veel luisterden naar de Beatles met hun nummer Lucy in the Sky with Diamonds, noemden ze het fossiel Lucy. Dit was iets erg bijzonders. Lucy bracht de wereld in rep en roer. Door uitgebreid onderzoek kwam vast te staan dat zij een verre, erg verre, voorouder was van de moderne mens. Een oude voorouder van ons. Ongeveer 300.000 generaties geleden. Lucy en haar soortgenoten waren de soort Australopithecus afarensis. De eigenschap die ze aan ons doet denken is dat ze het grootste gedeelte van hun tijd op de grond doorbrachten. Op 2 benen. Moderne apen lopen nauwelijks op 2 benen. Dat is een eigenschap die hoort bij onze soort. Lucy en haar soortgenoten deden aan het verzamelen van voedsel op de grond om zich in leven te houden. En waarschijnlijk maakten zij zich, net als moderne apen, regelmatig schuldig aan onderling geweld. Waarom deden ze dit? Waarom brachten ze tijd door op de grond op 2 benen, terwijl moderne apen dit niet of veel minder doen? Dit kan natuurlijk komen doordat je verder kunt kijken als je op 2 benen staat, zoals sommige andere diersoorten. En je hebt je handen vrij om voedsel mee te nemen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Toen Afrika rond 3 miljoen jaar geleden steeds droger werd,
krompen de oude regenwouden en begonnen droge vlaktes, die we savannes noemen, het landschap te overheersen. Dat bleek in het voordeel van apen die rechtop konden staan en zich zo makkelijker konden voortbewegen. Het antwoord ligt waarschijnlijk in het besparen van energie. Je bespaart maar weinig energie door op twee benen te lopen. Op jaarbasis vergelijkbaar met een pakje chocoladekoekjes. Maar ook dat kan helpen. Een aap die meer tijd op de grond doorbrengt bespaart energie en kan dat gebruiken om zich meer voor te planten. Het is dus mogelijk dat het ging om seks. Wat het antwoord ook is, vanaf het allereerste moment was het vermogen om zich aan te passen het belangrijkste kenmerk van de zich ontwikkelende mens. Ze waren nooit het meest indrukwekkende dier op de savanne. Ze konden het nooit opnemen tegen roofdieren met scherpe tanden en grote klauwen. Dus ze moesten slim zijn en samenwerken, puur om te overleven. Lucy kwam waarschijnlijk gewelddadig aan haar einde. Of ze viel uit een boom, of om het leven kwam in een strijd tussen verschillende groepen van afarensis, dat zullen we nooit zeker weten. Maar haar skelet geeft ons wel een blik in het ontstaan van onze soort. Maar hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat een apensoort die zo overduidelijk een apensoort is, onze voorouder is? En belangrijker, hoe konden zij veranderen in ons? Om dat te begrijpen, zullen we moeten praten over evolutie. Evolutie is een van de belangrijkste processen in de biologie. Het is de theorie van natuurlijke selectie. Dieren die goede eigenschappen hebben om te overleven, geven deze eerder en vaker door aan hun nakomelingen, waardoor ze succesvoller zijn in het leven. Maar ook ontstaan er door mutatie en verandering nieuwe soorten. Aanhangers van de evolutietheorie gaan ervan uit dat al het leven op aarde is ontstaan uit één gemeenschappelijke voorouder, de bacteriën. Door miljoenen jaren verandering en aanpassingen ontstonden er talloze soorten die constant weer veranderden en zich ontwikkelden. Evolutie stuurt de ontwikkeling van soorten, maar de evolutie heeft geen einddoel bij deze sturing. Alle organismen zijn toevalproducten van een willekeurig proces, zonder vooropgesteld einddoel en zonder dat er gestreefd wordt naar ingewikkelde ontwerpen. De evolutie doet dus eigenlijk maar wat. En hierdoor ontstaat een ongelooflijk scala aan dieren en planten. Wij stammen af van oeroude apen. En ik heb bijzonder nieuws. Ook wij zijn een apensoort. Ongeveer 4,6 tot 6,2 miljoen jaar geleden leefde de gezamenlijke voorouder van ons en moderne apen zoals chimpansees en bonobo's. Vanaf dat moment, vanaf die 6,2 miljoen jaar mark in de tijd, is de evolutie een andere kant op gegaan met ons. Een heel bijzondere kant. Want terwijl we afstammen van apen zoals Lucy, herkennen we maar weinig van onszelf in haar, behalve dat ze op twee benen liep natuurlijk. En dat komt door een waanzinnig proces in de natuur dat misschien wel het grootste natuurlijke experiment aller tijden genoemd kan worden. Maar dat is voor een volgende keer. Hoewel er inmiddels oudere vondsten zijn gedaan dan Lucy, blijft zij een van de meest fascinerende menselijke voorouders. En blijft de vondst van haar skelet een van de mooiste vondsten in de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling. Maar wat maakt ons nou tot mens? Dat verhaal is nog niet af.